Mijn naam is Ronnie Overgoor en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op CVD-TV. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. In opdracht van Centraal Beheer Zakelijk presenteer ik de serie Gouden Duo's, waarin ik in gesprek ga met ondernemersduo's. Hoe is hun samenwerking ontstaan en wat is het geheim van hun succes? Wat is hun gouden formule? In deze aflevering van Gouden Duo's praat ik met Raoul Veldink en Geert IJzinga van Campus. Ja, laten we eens beginnen bij die naam, Campus. Hoe kom je daarbij? Nou, eigenlijk heel simpel. Toen we begonnen, toen moesten we natuurlijk op zoek naar een goede naam. Verzin maar eens een naam waarvan sowieso de URL vrij is. Ja. Dus het was letterlijk beentje op tafel, drankje erbij en gewoon net zo lang doorpraten en denken tot er iets moois uitkomt. En Campus kwam op tafel en waren we het eigenlijk direct allebei wel over eens dat het ging worden. Oké, Campus. En zit er nog een verhaal achter? Nou, eigenlijk alleen maar een paar praktische zaken. URL moest vrij zijn. Ja. Er moest goed uit te spreken zijn in eigenlijk alle Europese talen. En er mocht wel een beetje een associatie van kamperen in zitten. Maar het moest niet per se kamperen zelf zijn. Ja, 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 ja. En dan begin je samen te associëren van het een komt het ander. En op een gegeven moment blijft er wat over. En in dit geval Campus. En op zijn Engels is het gewoon Campus. Ja. Ja, super makkelijk. Ja. Wat wel leuk was, van op een gegeven moment, ons bedrijf zit in Drenthe, in Assen. En er komt een Drent bij ons. En die zegt, nou jongens, wat tof dat jullie een Drentse verbastering van een woord hebben gekozen. Een campus is blijkbaar een kampeermiddel in het Drents. Ja, dat een kamphoes. Een kamphoes. Ja, dus een verbastering van kamphoes. En op zo snel als kamphoes. Ja. Kamphoes. Geweldig. Wat dus niet zo was. Maar mooi inhouden. We gaan in gesprek niet alleen over jullie bedrijf, maar met name over hoe jullie samenwerken, hoe jullie samen de onderneming runnen. Voordat we dat willen gaan doen, hebben we twee leuke stellingen. En dat zijn dan van die vreselijke stellingen met zo'n zwart-wit antwoord, waar het echt een onmogelijk antwoord, maar dan zijn we opgewarmd, zeg maar. Dus ik wou aan jou, Raoul, de eerste stelling, winst of groei? Groei. En dan is jouw stelling is klant of medewerker? Ja. Uiteindelijk klant. Want? Nou, dat is uiteindelijk waar je het hele bedrijf voor bouwt. Ja. Medewerker is voor ons ongelooflijk belangrijk gegeven. En die koesteren we. En dat is bijna een soort van familie bij wijze van. Maar uiteindelijk zonder klanten is er geen bestaansrecht. Nee. Dus uiteindelijk bouw je je bedrijf voor een klant. Maar het tekentje dat je er even over moest puffen en nadenken. Vind ik wel ingewikkeld. Want als er iets zou gebeuren met een personeelslid of weet ik veel, dan zouden wij daar ontzettend ver voor gaan. Hoeveel hebben jullie er? Op dit moment 17 op de payroll. 17 op de payroll. Ja. Oké, 17 mensen of 17 mensen. Ja. Jij hoeft er niet zo lang na te denken over winst of groei? Nee, we zijn voor mijn gevoel nog steeds nog maar net begonnen. We zijn 5 jaar bezig en we hebben een ambitie om een mooi kampeerbedrijf te bouwen. Ja. Dus die ambitie vormgeven vind ik veel belangrijker dan veel winst maken. Ja. Ik gebruik die winst veel liever om onze groei te kunnen versnellen. Ja, maar die maak je wel? Uiteraard. Ja, je hebt ook startende bedrijven die nog geen winst maken. Ja. Nee, we zijn een gezond bedrijf. Groene cijfers. Ja. Heel goed. Voordat we het bedrijf induiken en in jullie personen duiken als de gezichten en de eigenaren van... Tenminste, jullie zijn eigenaren ook? Ja. Ja? Okay. Ja. Nou, dat is handig. was er een leven voor Campus, wat jou betreft? Ja, zeker. En hoe zag dat eruit? Nou, mijn leven voor Campus zag er uit als freelancer. Dus ik werkte voor verschillende opdrachtgevers en deed allerlei verschillende klussen en projecten. Als wat? Als marketeer. En op een gegeven moment kwam Campus op mijn pad. En dat is op zich wel een heel leuk verhaal. Hoe wij ons ook hebben leren kennen natuurlijk. Ja. We hebben elkaar in de periode voor Campus. Jij kunt best vertellen hoe jij binnenkwam bij Winnersheim. En de eerste ervaring had met mijn lieftallige echtgenoot. Nou, wacht even. Ik hoef geen vraag meer te stellen, maar licht toe. Nee, mijn leven voor Campus bestond voornamelijk uit crisismanagement. En eigenlijk had ik twee banen op dat moment naast elkaar. Ik was en beroepsfotograaf en crisismanager. En dat werkte altijd een beetje 50-50. Hoe kom je nou aan die combinatie? Dat is een nog veel langer verhaal. maar en crisismanagement, deed je dat dan zeg maar interim? Ja. Oké, dus bedrijven met shit stond aan de knikker, dat rook jij op? Ja, en als mensen niet meer wisten hoe dat dan opgelost moest worden, dan werd ik erbij gehaald en dan mocht ik kijken of ik het op kon lossen. En ter ontspanning maakte je foto's?
Ja, onder andere, ja. Ja, maar niet daar dan. Ah. En toen? Nee, en ik, op een gegeven moment had ik een opdracht bij Hogeschool Windesheim. En de eerste dag dat ik binnenkom, vraagt een medewerker, een dame, die vraagt met mij een gesprek aan. En die zegt tegen mij zo van, ik dien mijn ontslag in. Dus ik zei zo van, nou, dat is een beetje jammer. Want tegen de tijd dat de organisatie er iets aan wil doen, dan zou jij dus nu ermee stoppen. Misschien moet je het nog een kans geven. En dan op het moment dat het mij niet lukt, dan kan je altijd nog gaan. Maar dan heb je in elk geval het gevoel dat je er alles aan gedaan heeft. Ja. Nou, zij is gebleven. Dat is een ontzettend mooi verhaal geworden. Een hele mooie rol gekregen uiteindelijk. En op een gegeven moment zei zij zo van, volgens mij moet jij eens een keer een kop koffie drinken met mijn man. Want volgens mij klikt dat wel. Nou, dat was eigenlijk de eerste goed keer ingeschat. Dat wij eens rond de tafel Maar had ze zaten. Ook een soort van aanleiding? Of gewoon zoiets van, we gaan gewoon eens koffie drinken? Klinkt ook zo vaag. Nee, want Raoul was op dat moment bezig met het opzetten van een festival. En had zoiets van, nou, organisatorisch misschien. En Raoul is natuurlijk heel sterk in het maken van beelden, plaatjes. En het neerzetten van dingen. En ik was misschien wat beter dan in organiseren. En nou ja, het was eigenlijk bedoeld zo van, nou, kletsers met elkaar. Ja, niet weten. Ja. Plannen, organiseren en euro's. Ja. Jij creatief. En, Nou ja, in die periode zijn we in Roemenië terechtgekomen met z'n tweeën voor een Nederlandse opdrachtgever. Dat is wel leuk. Liep in Roemenië een staalfabriek binnen en toen zagen we wat houtkacheltjes staan. En leuk voor in de tuin. Ja, wilden we alleen. Ja, dus hup, in de vrachtwagen van onze opdrachtgever een paar van die houtkacheltjes mee. Een paar vrienden zagen dat en die zeiden van, jongens, toffe kacheltjes. Toffe kacheltjes. Die wil ik ook wel. Ja, dus voordat we het wisten, ging er toch wel behoorlijk wat kacheltjes van Roemenië deze kant op. En dus dat was onze eerste echt zakelijke avontuur. Ook wel zo'n soort leerschool, dat je op een gegeven moment eens een keer weer achter je laptop gaat zitten en eens gaat uitrekenen. En dat je bij jezelf denkt, we moeten echt wel heel verschrikkelijk veel van die kacheltjes gaan verkopen. Willen we daar samen ooit een boterham uithalen? Ja. En dat je dan denkt, ja, dit gaat meer een hobby worden dan dat het zakelijke effect heeft. En dus ondanks dat het leuk was en we elkaar daarin ook best wel goed hebben leren kennen. Maar uiteindelijk, ja, Kampoes is eigenlijk ook zo eenvoudig als briljant. Mijn vrouw, die zei, wij kampeerden altijd in een tentje, ongeveer tafelhoogte. En mijn vrouw, die zei op een gegeven moment tegen mij van, ik wil ook wel een keer rechtop staan als ik me aan ga kleden. En dan krijg je een dilemma. Ja, en wat dan? Ja. En de caravan was eigenlijk niks voor ons. Dat was sowieso tussen vier muren slapen op vakantie. Dat was net niet. Nee. En dan ga je zoeken in tentdoek en comfort. En nou, dan kom je op een gegeven moment langs een vouwwagen. En dan denk je van, ja jongens, maar dat is oudbollig. En dat wil ik eigenlijk niet. En daar voel ik eigenlijk ook niet bij thuis. Maar misschien wel weer praktisch. Eigenlijk gewoon heel simpel, konden niet vinden eigenlijk wat we zochten. En bij mij werkt het dan in mijn brein dan zo. Dan begint het te kriebelen en te jeuken. Dan begin ik wat te schetsen en te tekenen. En uiteindelijk teken ik de vouwwagen zoals wij dan zelf al zouden willen kamperen. Dan hebben we misschien een tekening van een product. Ik kan dan misschien sales en administratie en de business misschien een beetje opzetten. Ja. Raoul, we hadden gelijk zoiets van, als we er wat mee willen, moeten we er een merk van maken. En niet alleen maar een paar jongens die een vouwwagen willen verkopen, maar dan moet je een merk proberen te bouwen. Dus het wordt heel logisch om dan samen met Raoul in te stappen. En op het moment dat je dan zegt van, ja, maar dan willen we eigenlijk ook wel meer dan alleen maar een paar vouwwagens gaan verkopen. Dan moet je dus onderdak zien te vinden voor je productie. En dat was Harry in dat geval. En want Harry, die... Harry had een aanhangerbedrijf gehad, jarenlang, 25 jaar lang zijn eigen aanhangerbedrijf gehad en had dat verkocht. En had tijd, ruimte en loods. En een grote loods. Ja. Hey, en op een gegeven moment, dat idee ligt er, je hebt Harry ontmoet, die heeft zijn loods. Ja. Hebben jullie dat toen geformaliseerd met z'n drieën? Ja. En als bedrijf, gewoon BV opgericht. Ja, en alle drie er even waardig in, of Harry iets minder? We bepaalden zo goed als gelijkwaardig. Bijna gelijkwaardig. Ja. En wat is de reden dat, want is Harry er nu uit? Ja, Harry is eruit gestapt. En dat is heel simpel. Harry die had zijn bedrijf verkocht om wat rustiger aan te doen. En eindigde met een bedrijf wat eigenlijk weer hetzelfde was als wat hij dan net verkocht had. Ja. En dat was eigenlijk helemaal niet waarom hij eruit gestapt was. Zo simpel. Maar toen moest je wel uitkopen. Ja. Dat was duur. Ja. Oké. Okay. Dat doet nog pijn. Nee. Schets het bedrijf nu eens even. Waar staan jullie nu als bedrijf? Noem eens wat cijfers of wat je wil delen of mag delen of kan delen of wil delen. Nou ja, in cijfers misschien niet zo heel veel. Maar wij zijn op dit moment, als ik dat zo een beetje inschat, zijn wij het, laten we zeggen,
in aantallen denk ik het grootste vouwwagenmerk, Nederlandse vouwwagenmerk. En ik denk dat wij Europees ergens in de derde plek staan. Ja, 2 of 3. Het zal ontspannen. Is het een miljoenenbedrijf? Ja. 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 Oké. Okay. Ja. En met hoeveel mensen nu, zei je? Met z'n 18. 18. 17. Ja. 17. Ja. En wat voor soorten mensen zijn dat? Heel verschillend. Er zitten er. Jij bent er met een club van 3, ja. Met marketing. We hebben 1 iemand financieel en administratieve ondersteuning. We hebben mij en de rest loopt allemaal in de productie en in de logistiek rond. Ja, en we hebben natuurlijk een verkoopleider erbij sinds kort. Ja. En ja. Hebben jullie de samenwerking die jullie. Want wanneer is de BV officieel gestart? 2016. Ja. Hebben jullie taken of jullie rollen onderling, hebben jullie die formeel vastgelegd? Of hoe hebben jullie dat bepaald? Nee, dat is eigenlijk jullie redelijk. Natuurlijk. Ja, we kennen elkaar natuurlijk al heel lang en behoorlijk goed. Dus 1 blik is vaak genoeg om te bepalen of we rechts of links af gaan. Dus dat is eigenlijk heel natuurlijk is dat gegroeid. En natuurlijk hebben we daar wel gesprek en discussie over. En hè, dat het soms wat verschuift hier of daar naartoe. En als je groter wordt, komen er ook meer taken en verantwoordelijken bij. Kijk, wij kenden elkaar natuurlijk wel. Maar je hebt wel dat met, nou ja, zoals met Campus. Op een gegeven moment, en ik denk dat elke beginnende ondernemer, die komt op een gegeven moment op een punt dat je, dat is een point of no return. Dan eigenlijk verbrand je al je schepen achter je. En dan zeg je op dat moment eigenlijk van, jongens, hier moet je 300% voor gaan. Dit is 24 uur per dag. Dit is waar je voor leeft, zeg maar. En daarvoor heb je eigenlijk altijd nog wel ergens een soort veiligheidslijntje uitstaan. Zo van, stel dat dit nou niet lukt, dan kan ik altijd nog dat doen. Of kan weet ik wat veel. Foto's maken. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar op een gegeven moment kom je op dat punt. En vanaf dat punt wordt het ook wel gewoon spannend. Omdat je met z'n tweeën ook voor de 300% van elkaar afhankelijk bent. Ja. Ja. En je moet het dan ook echt samen doen. En het is af en toe intensiever dan een huwelijk. Ja. 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 Waar merk je dat het meeste aan, concreet? Wat zijn de moeilijke momenten? Kun je er al een paar noemen? Ja, de moeilijke momenten zijn eigenlijk eigenlijk op 2 manieren. Als de overlap te groot wordt of als de afstand te groot wordt. Want als de overlap te groot wordt, dan gaan we elkaar in de weg zitten. Dan krijgen we ruzie van. En op het moment dat de afstand te groot wordt, dan worden koninkrijkjes. En dan gaan we elkaar ook slaan. Hoe uitziet dat bij jullie? Oh, wij kunnen echt wel serieus boos worden op elkaar. als in een huwelijk, bij wijze van. Nee, ja. Dat klinkt misschien een beetje vaag om elke keer een huwelijk als voorbeeld te nemen. Maar zeg maar, ik denk dat dit nog dwingender kan zijn dan een huwelijk. Ja, het is af en toe dwingender dan een huwelijk. Want je kan kijk, aan de ene kant ken je elkaar door en door. Dus je weet ook waar de knop zit van die ander. Gebruik van maken. Ja, nee, en dat doe je dus soms ook gewoon. En dat is niet. Hoe zeg ik dat? Op het moment dat je wil dat het aankomt, zeg maar, dan ben je dus soms zo gemeen dat je dus ook even op die knop drukt. Ja. En dat kunnen we over en weer. En ik vind nog altijd, er zijn wel vaker dat iemand aan ons vraagt van is dat dan niet moeilijk met z'n tweeën en weet ik veel en dergelijke. En voor mij is altijd het allerbelangrijkste van, ja, wij kunnen heel goed ruzie maken, maar wat nog veel belangrijker is, wij kunnen het ook heel goed weer goed maken. Met huwelijk voltrekt, dan heb je doet je ding en je leeft je leven. Maar je hebt ook soms echt gesprekken die gaan over de relatie. Hebben jullie dat ook? Dat jullie tijd nemen om op dit soort dingen te reflecteren of zo? Dat je momenten hebt? Nou, die tijd die namen we eigenlijk best wel regelmatig, maar door corona wat minder. En dat heeft een hele praktische oorzaak. We hebben dealers door heel Europa. En wat we soms bewust deden en wat we straks ook weer gaan doen, is dat we bijvoorbeeld naar onze dealer in Nantes gingen, in Zuid-Frankrijk. Dan gingen we niet met vliegtuig, dan gingen we met de auto. Ja, tuurlijk. Met z'n tweeën. En dan zit je dus 12 uur naast elkaar in je eigen kokonnetje. Ja. Ja, dan is er geen ontkomen aan elkaar. Dus dan ontstaan dat soort fantastische gesprekken. Ja. Dan verzinnen we nieuwe business cases en nieuwe mooie producten. Ja. En goede namen ook. Hè? Ja, bedoel, en namen. We hebben het nog niet even gehad, maar we hebben de Fat Freddy, de Lazy Jack, de Red Ruby, de Sleepy Joe. Ja, Brave Dave. Ja, Fat Freddy was de eerste of niet? Ja, ja, Fat Freddy is een 2-persoons tent trailer. En daar is het mee begonnen. En voordat ik aan dit avontuur begon, zeg maar, heb ik 1,5 jaar de wereld rondgereisd. Ja. En ik kwam in Sydney op een feestje. En er was een bandje, Fat Freddy's Drop heette dat. Ja. Dat vond ik echt helemaal briljant. Vond ik fantastisch. En we gingen een paar dagen later de Outback in. En mijn vrouw die kocht een cd'tje van Fat Freddy's Drop voor mij. Omdat ze zag dat ik het heel tof vond.
geen FM-ontvangst in de Outback. Dus dat cd'tje werd helemaal grijs gedraaid. Toen kwamen we het idee van een tent bovenop een aanhanger. Een tentrailer. Nou, zo gaan ze in Australië ook kamperen. Ja. Dus toen we naam aan het zoeken waren, kwam ik al redelijk snel op Fat Freddy. Dus ik leg dat aan Gert voor en die zegt, ja, nee, doen we. En wat zijn de dromen, de doelen voor de komende jaren? Verbreden naar kampeermerk. En wat betekent weg, dat? Nou, dat we niet alleen tenttrailers verkopen, maar ook caravanluifels, kampeeraccessoires en voor tent en wat er nog meer bij komt kijken. Die weg zijn we ook al ingeslagen trouwens. Dus 2 jaar geleden ongeveer met hebben we in de stijl van onze luifel hebben we ook een caravanluifel geïntroduceerd. Ja. Er komen nu rap een aantal accessoires bij. En we gaan zo meteen in het vlak voor de zomer gaan we een nieuw merk lanceren. Dus ook met spulletjes voor op de camping en in de tuin. Gewoon pannensetjes en borden, tafeltjes, stoeltjes. Dus een nieuw merk. Ja. Hoe gaat dat heten? Rebel Outdoor. Rebel Outdoor. Ja. En dan zegt sommige ondernemers of investeerders die zeggen dan focus, jongen. Focus. Ja. Ja. Wat zeggen jullie dan? Doen we. nee. Ja, ik snap dat wel. Ja. Maar daar spelen een paar dingen door, eigenlijk altijd door elkaar heen. Eén, focus is belangrijk, ja. Maar daarnaast moet je ideeën ook niet allemaal gewoon maar op de plank leggen vanwege die focus. Want je moet ook gewoon uiteindelijk je hart blijven volgen. Want daar zijn we namelijk ook groot mee geworden. Ja. En dus het is altijd schipperen tussen, of bij ons is het schipperen tussen het volgen van passie en het houden van focus. Ja. En we proberen allebei in de gaten te houden. En daar hebben jullie een hele scherpe focus op, zeg maar. En daar hebben we wel hele scherpe focus op, ja. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Hey, nog 2 slotvragen. Hebben jullie fouten gemaakt in het verleden? Waarvan jullie nu achteraf zeggen, daar hebben we wel een lesje geleerd? Jawel. Ja, we hebben wel fouten gemaakt. Maar we hebben... wat zijn fouten? Kijk, het is... op het moment dat je een model ontwerpt en een model slaat niet aan, daar moet je ook mee dealen. Ja. En natuurlijk ga je dan onderzoeken waar zit dat in en hoe komt dat aan enzovoorts. Maar ook teleurstellingen, zeg maar. Of je het nou fouten noemt of teleurstellingen. Het zit denk ik meer in teleurstellingen dat je denkt van, geweldig idee. En, het komt niet uit de verf. Ja. En, of dingen breken je gewoon vanwege de groei gewoon bijvoorbeeld wel bij de handen af, omdat er gewoon de tijd er niet voor is. Dus... ja, het is een gigantische leerschool. Ja, continu. Dat is het. Ja. Ja. Ook vaak omdat je... ons bedrijf groeit gewoon best wel hard. Dus je krijgt ook met dingen te maken. Dat je inderdaad op een gegeven moment... krijg je andere taken erbij, andere dingetjes erbij. Ja. Dus hoe ga je dan ook je tijd verdelen? Ga je gewoon puur richten, focus op groei en op het merk of andere dingen? Of ga je iemand inhuren om HR te doen bijvoorbeeld? Ja. Dus het is tot 20 vaak zeker dilemma vaak van... Ja. Hoe gaan we dit nu weer doen? Ja. Belangrijke lessen nog die te leren zijn, zeg maar, voor mensen die zitten te luisteren en zeg maar andere ondernemers, duo's. Wat zijn, zeg maar, de gouden tips die je kan meegeven? Nou, als ik even van mijn kant kijk, zeg maar, vanuit het merk Kampoes. Je bent een nieuw merk met een nieuw product. Dus daarin ontstaat er ook wel eens hier of daar een klein probleempje. Mm-hmm. We hebben gemerkt, we hebben een hele actieve community. We hebben een hele grote groep ambassadeurs. Dus we zijn heel benaderbaar. We hebben service in heel hoog in het vaandel staan. En als beginnend ondernemer maak je vaak fouten. Maar als jij op die manier een groep mensen om je heen hebt gebouwd, mag je ook heel veel fouten maken. Die aardbaarheid gaat niet weg. Ja. Aardbaarheid is er bij ons nog steeds bijvoorbeeld. Ja, nou, die wordt misschien wel groter als je ook bereid bent om je fouten toe te geven. Ja. En, Okay. Ja. En in de samenwerking? Ik denk dat waar we het net over hadden, hè, zo van als je als duo bang bent om ruzie te maken met elkaar, dan heb je nog een heleboel huiswerk te gaan. Ja. Want dat is wel, het is wat we zeiden, het is soms intensiever dan een huwelijk. Want je bent, je komt op dat punt, hè, van dat punt, point of no return. Zo vanaf daar gooi je er voor 300% stap je in dat diepe, in dat water. En dan zul je het samen moeten redden. En op het moment dat je dan elkaar nog tegen moet komen, dan denk ik dat het best wel heel ingewikkeld kan worden. Nou ja, en waar je net mee begon, denk ik, heel belangrijk. Tenminste, focus op groei en niet op winst. Ja, absoluut.
Mag ik jullie danken en heel veel plezier nog wensen en succes met jullie avontuur. En ik ga eens kijken, want ik zit wel een klein beetje in de doelgroep. Dus wel leuk. Dank jullie wel. Ja, ja, jongeren toch was het? Van Campus, dank jullie wel. Dit was Gouden Duo's. Dank voor het luisteren. En op centraalbeheer.nl/ondernemen, dan vind je nog veel meer informatie en inspiratie voor ondernemend Nederland. Voor nu, dank je wel voor het luisteren en op naar het volgende Duo.